En er werd mij verteld dat er een nieuw meisje kwam. Dus ik was erg benieuwd. Ik was dan de avondchef eigenlijk. En toen heb ik gezegd dat ze wel met mij in de koel zou mogen komen werken. Want dan kon ik haar wat beter leren kennen. Toen zat ik op Facebook, kreeg ik een uitnodiging. En ik dacht, huh. Ik vond het wel leuk. Was een soort trots gevoel wel. En toen heb ik een beetje een wat vriendelijk, maar toch uitdagend berichtje naar haar gestuurd. Niet te opvallend, want ja, je wil ook niet... Ja, als eerste, als je niet weet wat zij voelt. En toen kreeg ik eerst anderhalve dag geen antwoord. Dus ik dacht echt dat ik mezelf een beetje voor lul had gezet eigenlijk. Zij reageerde een beetje terughoudend. Ik vond het wel interessanter als andere meisjes, ja. Hoe zij kan kijken, hoe zij beweegt. En ze zegt dingen op een bepaalde manier. Allemaal op haar manier. En haar manier spreekt mij aan. Ja, op een gegeven moment had zij een tweet geplaatst. I wonder if you like me. Toen zei ik zo van, ja, gaat die tweet over mij? Toen vroeg ze nog, welke? En toen dacht ik echt van, oh shit, weet je wel. Ik denk, als ze er nou gelijk antwoord geeft, dan weet ze waar ik het over heb. Toen zei ze van, do you like me? Dus kreeg ik nog steeds geen bevestiging van of het nou over mij ging of niet. Ik moet het zeggen, dus op een gegeven moment, ja, ik vind je wel leuk. Toen zei ze, ah, nou, ik jou ook. Dus toen was het wel van, echt zo'n hele opluchting. Ik sprong ook nog zo van mijn stoel af, zo, en ik was heel blij. En toen hadden we officieel wat. Toen gelijk op Facebook gezet ook. En helemaal trots. TLC Love Stories wordt je aangeboden door edarling.nl. Voor singles met niveau.